Ik zit hier bij Digital Dutch en ik praat hier met Hendrik Blokhuis van Cisco, die echt een compleet andere rol heeft. Hij is van Europa terug en hij is nu bezig om Nederland verder te helpen in de vaart der volkeren met de digitalisering. Hoe heet je initiatief, Hendrik? Het Digitale Versnelling Nederland. Ja, dat hebben we allemaal nodig, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Het is een 3 jaar durend investeringsprogramma. Dat is mensen, middelen, budget, venture capital. Om de digitale agenda van Nederland, zoals die afgelopen juli of juni vanuit EZ is gepubliceerd, om die te versnellen. Ja, als Cisco, hè? Dus jij werkt voor Cisco, je hebt altijd in het buitenland gezeten, nu weer even terug in Nederland, ja. Leuk land. Ja. En je helpt om dan, en dan heb je dus mensen, middelen en zeg maar allerlei enthousiasmering mogelijk. Wat betekent dit in de praktijk? In de praktijk, we hebben een aantal focusgebieden. We gaan bijvoorbeeld, als je het hebt over onderwijs, gaan we 76.000 mensen digitale skills bijbrengen. Als je het hebt via de computer neem ik aan, dus via het web. Maar wel via ROC's, bij vluchtelingenkampen, andere bij bedrijven die inderdaad die digitale transitie nodig hebben. En juist niet zo gericht op de IT-mensen, maar op de niet-IT-rollen, niet-IT-onderwijs, die natuurlijk te maken krijgen met technologie door die vermalende digitalisatie. Oké, 76.000 mensen, die moeten inderdaad, je moet je identiteit hebben, je moet op een gegeven moment bij de informatie kunnen en je moet in deze samenleving kunnen functioneren. Nou, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja. Wat nog meer? Bijvoorbeeld gezondheidszorg. We kijken naar zowel de cure en de care kant, partnerships met ziekenhuizen, zorginstellingen. Om bijvoorbeeld wat Edith Schippers in haar beleid heeft gezet. Hè. Ze wil graag 80% van alle chronisch zieken moeten 24x7 in staat zijn om middels video met hun zorgverlener contact op te nemen. Dat is helemaal jullie ding, ja? Ja, alleen dat doen we niet alleen. Dat doen we ook met partners die daar co-investments in doen. Dus het is leuk dat wij wat doen. Maar ik zoek natuurlijk zowel vanuit de overheid. Bijvoorbeeld het ministerie van VWS heeft Fast Track om dan samen met andere partijen zoals KPN te gaan. Erik Gerritsen en erg enthousiast secretaris-generaal, die houdt ontzettend van nieuwe innovatie. Ja. Ik ben wel op zoek naar mensen met passie die ook daadwerkelijk in het primaire proces in willen grijpen. Want ik ben een beetje wars geworden van pilots en POC's. Ik noem Nederland wel eens een pokkenland. Daar zijn we nu proof of concept. Pokken is proof of concept. Daar zijn we inderdaad bekend om. Ja. Ja, en op zich is dat prima. Maar ik denk dat die bewijslast nu wel is geweest. We moeten nu eens door durven pakken. Om die hele mooie digitale uitgangspositie die we hebben. Hè, de e-ready, en daar staan we altijd 1, 2 of 3 of 4. Ja. Maar nu een e-go. We moeten er iets mee doen. Maar, maar Hendrik, jij bent Cisco. Die verkoopt allemaal die routertjes en toestandjes, videoplatformen en dat soort dingen. Ja. Is dit een veredelde manier om te verkopen of gaat dit nog iets verder? Wat breng je nou eigenlijk mee dat iets anders is dan pre-sales? Het uitgangspunt is duidelijk anders. Sowieso al dat het een 3-4 jaar horizon is. Even los van het commerciële proces. Uiteraard, als wij de digitalisering van een markt versnellen, dan hopen wij in onze day-to-day business daar onze fair share van te pakken. Natuurlijk, maar doordat we geld verdienen, kunnen we het ook investeren. En daarom noemen we het ook een investeringsplan. Ja. En John Chambers heeft dat aangekondigd met Mark Rutte, geloof ik, hè? Een paar maanden geleden. Dat was 19 januari in Davos. Ja. Hoeveel geld ga je erin investeren? Hoeveel bak met geld mag je hierin stoppen? Zoveel als dat wij denken dat goed is en nodig is. Bijvoorbeeld geen uitspraak. Om je een idee te geven. Bijvoorbeeld Cisco Invest, die al die seed investments doet, heeft wereldwijd 2,5 miljard uitstaan. En daar gaat een significant deel kan daarvan, omdat we nu een van de landen zijn. Er zijn maar 11 landen ter wereld geselecteerd voor dit programma. Kunnen we natuurlijk beschikken over de middelen. Maar het gaat mij veel meer om niet alleen het geld, maar ook het vinden van die primaire proceseigenaren die zeggen: Cisco, Hendrik, KPN, verdorie, we gaan het nu eens doen. En kom nou niet gelijk met een offerte, maar laten we het nu eerst gewoon eens gaan doen. Ja, partnerships om het zelf te doen, inderdaad. Oké, dus inderdaad 2,5 miljard is een serieus bedrag. Oké, 3 jaar, waar kunnen we er meer over lezen? www.cisco.nl/dvn. Hey, je bent heel lang weg geweest uit Nederland. Hè? Tenminste, je sliep hier alleen maar in het weekend. Hoe vind je Nederland nu? Nu je heel veel in het buitenland bent geweest? Ik vind het een fantastisch land. Het beste ter wereld. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten. En ik kan het weten. Ja. Nou, dit was even hier vanuit de Digital Dutch. Het feestje van KPN met allemaal leuke digitale transformatievoorbeelden. Je kunt nog komen hierheen. Dus vandaag is het nog en morgen in Katwijk in Hangar 2. Dus be there.